Miro, goedenavond. Goedenavond. Hoe sta je hier? Nou, ik ben alweer iets meer ontspannen nu dan voor de show, ja. Maar ik sta hier blij en tevreden. Begin van de show, hoe was dat voor jou? Hoe heb je je voorbereid? Nou ja, ik ben natuurlijk al een tijdje bezig met de voorbereiding. Verder is het ook gewoon een stukje vertrouwen dat je het weet, dat je het kent en dat het gewoon goed gaat. En dat je de show een paar keer gedaan hebt. Ja, en toch is het zo, omdat het nu een première is, ondanks dat je al een aantal keer gespeeld hebt, dan komt er toch een stukje extra spanning mee. En dat is dan weer de kunst om dat te laten varen. En dat is gelukt uiteindelijk. Als ik jou een jaar geleden had gezegd, joh, je gaat het Bodyguard spelen, wat had jij toen gezegd? Ha, ik kan niet zingen. Nou ja, dat kan ik nog steeds niet. Maar goed, ik speel er toch in. Dus dat vind ik echt geweldig. Je hebt ook hele mooie moves, zag ik. Heb je er hard gestudeerd? Gewoon een beetje Elvis Presley kijken. Ik leer heel snel. Nee, doe maar wat. En dan staan ze naast Romy Montero, een vocaal kanon, kan je wel stellen. Hoe is dat? Ja, dat zei ik net ook. Dat is magisch. Naast Romy staan en dan die stem. En dan, ja, het is gewoon, je wordt betoverd bijna. Dus dat is nog wel even, moet wel erbij blijven. Maar het is gelukt volgens mij. Je hebt een scherpe show gespeeld, denk ik. Ja, volgens mij wel. Wat ik zo hoor om me heen en zoals het voelde, kan altijd beter. Maar volgens mij heb ik een goede show gedaan. Buddy, het verbaast mij dat ik jou niet op een podium heb zien springen en meestal dansen. Want volgens jij, ja, je hebt een musical achtergrond. En hoe is het dan als je in, hoe zit jij in die zaal? Ja, ik zit onwijs stuiterend in de zaal, inderdaad, met mijn musical achtergrond. Ik zit onwijs te genieten, want ja, Bodyguard is wel echt wel een hele goede musical. En ja, Miro is mijn kleedkamergenoot bij Goede Tijden. En ik ben zo trots op hem. Hij is echt een hele goede Bodyguard. Ja. En ja, hoe heeft hij het gedaan vanavond? Ja, Miro heeft het hartstikke goed gedaan. Ik ben heel trots op hem, want het is echt niet makkelijk om ineens van cameraacteren naar toneelacteren te gaan. Je moet toch verder rijken en grotere dingen doen. Maar dan niet zo overdreven als ik dat net deed. Dat doet hij hartstikke goed. En naast dat hij een stoere bodyguard speelt, zie je ook zijn zachte kant. En dat is, heeft ja, mij ook wel een beetje geraakt. En ik moest zo hard lachen toen hij ging zingen. Toen dacht ik, oh Miro, is toch schattig. Zingt hij ook altijd zo in de kleedkamer bij jullie? In de kleedkamer ben ik vooral degene die zingt. En laat Miro mij af en toe in de waan dat ik wel zuiver zing. Maar Miro doet hartstikke goed. Ik ben zo trots op hem. Het is best wel veel hoor voor iemand om elke dag op de set te staan en 's avonds een show weg te geven. Dat is niet niks. Vandaag ook zijn tweede show is in première, dus hij heeft er al één op zitten. Respect. Ja. Hoe ging het vanavond met de nieuwe Bodyguard? Ja, lekker, toch? Ja. Heb je het gezien? Ik heb het gezien. Ja, dat is een knapper, toch? Ja, absoluut. Niet dat ik... Oh ja, wel. Ja, ik hou er ook helemaal niet van, hoor. Ah, gaat toch op. Nee, dat is wel waar. Nee, ja, we zijn wel blij met onze nieuwe aanwinst.
Dat heb je heel goed snel in moeten studeren allemaal. En wij zijn zoveel mogelijk ontzien, omdat we al best veel spelen vanwege het hele asbestoplosprobleem. We speelden 8 of 9 per week nu. Dus om dan veel repetities erbij te hebben. Hij heeft niet veel tijd met ons gekregen. En als je het dan zo goed doet, dan complimenten. Ja. Swingende show, nog steeds lekker in je vel, denk ik, met Whitney Houston. Ja, heerlijk. Toch? Ja, ja, zit jij nog lekker in je vel? Nou ja, weet je wat het ding is? De grap is... Ja, we horen de liedjes elke dag. En dan toch kan ik er nog gewoon naar luisteren. Vind ik het niet stom of zo? Ja. Dat je denkt, oh, ga ik even haar veer in de reet steken. Wij staan echt met een paar mensen elke dag nog bij All At Once in de coulissen om te kijken, omdat we het zo mooi vinden. Dus dat zegt ook wat over de kwaliteit van de liedjes en de musical zelf. Ja. De nummers zijn steen en steen goed. Je hebt een première achter de rug met je nieuwe bodyguard. Hoe was die? Ja, nog een première. Hij is te gek. Het is een onwijs lieve man. Hij heeft het heel snel geleerd. Want hij heeft niet de hele repetitieperiode meegemaakt in de opstart. En heeft hij een paar weken moeten doen. En het is super goed gegaan. We zijn allemaal met z'n allen heel erg trots op hem. Heb je even een pauze gehad na het asbest gebeuren? Hoe is het weer om dan weer lekker te spelen? Ja, het is natuurlijk heerlijk om na 2 weken niet te spelen weer lekker te gaan spelen. We hebben het met z'n allen heel erg gemist. Dit is toch een soort van je tweede huisje geworden, theater. Wat mis je dan? En de cast wordt een soort van je familie. Dus het is heerlijk om weer lekker te mogen spelen. En nu met een nieuwe bodyguard erbij. Ja, Babette, ik weet dat je ook in het theater actief bent, zingend. Stijn heeft een musicalopleiding gehad. Hoe hebben jullie in de zaal gezeten? Ja, ik zat alleen maar... Ja, ik vind het echt heel goed. Oh, die stemmen. Wow, ik moet er even bij komen. Ik vond het echt heel goed. Babette? Nou, ik vond het best spannend, omdat Miro echt wel zenuwachtig was. En we hadden het een tijdje geleden over gehad dat het best pittig is, want je hebt toch ineens 2 banen. Nou, hij heeft nog nooit in zo'n grote show gestaan. Dat is natuurlijk echt wel, brengt heel veel druk met zich mee, maar hij heeft het zo goed gedaan. En zo relaxed en zo, alsof hij hier al 10 jaar staat, bij wijze van spreken. Ja, echt heel knap. Ja. En hoe is dat, de musical, de bodyguard, hoe was die? Goed. Vooral veel zang, maar ik hou daar wel van. Romy kan gewoon echt fantastisch zingen. Ja, maar zij heeft toch de stem van een engeltje? Als ik één keer haar stem zou mogen hebben, zou ik alles zingen, denk ik. Gewoon maar echt elk woord. De hele dag. Ja. Je boodschappenlijstje, ik moet je voicemail. Mijn voicemail. Dag! Nee, dat gaan we niet worden.